Vandaag bezoek ik een buurtschap met net iets meer dan 100 inwoners. Lekker rustig, landelijk en in de buurt van Wijchen. Even heerlijk ontspannen doe je hier in B&B Landelijk Leur. Je raadt het dus al. Dit is B&B in Leur. Goedemorgen. Kom, even kijken. Wauw. Zo. Een Leurs eitje. Zijn witte eitjes. Van de Hagert? Van de Hagert, ja. Kijk. En wat is de Hagert? De Hagert is een woonboerderij hier. En er wonen mensen met een verstandelijke beperking. En een dementie. Dus je zegt een zorgboerderij, maar die doen ook echt nog boerenproducten. Ja. Ja, dus, ja. Ze hebben een pluktuin, ze hebben kippen, ze maken ook allerlei verrassingspakketjes van de gemmetjes waar je dan kunt kopen. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Heel leuk. Heb je goed geslapen? Heerlijk. Ja, dat is lekker. Ja. Goed ja. Zo. Ja. Nou, ik zou zeggen lekker smakelijk ontbijt. Het ziet er wel heel lekker uit. Dat is ook heel veel. Ja. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Dan zie ik jullie zo dan. Dankjewel. Nee, ik hoef geen jus d'orange, dankjewel. Ja, en nu hier lekker in... In Leur. In Leur. Ja. En hoe zijn jullie dan in Leur terechtgekomen? Ja. Gewoon een beetje googlen. Ja. We zijn wel, zeg maar, landelijke mensen. En ja, je kijkt wat is er in de omgeving te doen. Ja. En dan zie je allemaal leuke kleine dorpjes zoals Herne en Batenburg. En ja, je zit in Steenworp van een stadje Graven, wat natuurlijk heel mooi is. Ravenstein, wat heel mooi is. Waarom wilde je zo graag een bed and breakfast beginnen? Eigenlijk het idee inderdaad gewoon om mensen te ontvangen en ze daarna weer uit te zwaaien. Een soort gastvrouwschap, denk ik. Dat vind ik gewoon leuk. Mensen op hun gemak stellen, even kijken wie heb ik voor me, waar kan ik nog iets voor ze aanpassen, iets voor ze doen. Dus ik zeg ook altijd, laat meteen weten als je iets mist of als je nog iets wil, dan kan ik er nog iets aan doen. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. Dus jullie kwamen een huis in Leur tegen? Ja. Met een bed and breakfast? Ja. En ik was meteen enthousiast. Ik zei, daar gaan we kijken. En mijn man had zoiets, een bed and breakfast. Al die mensen in huis. Nou, weet nog niet hoor. En toen gingen we kijken. En het is een prachtig huis met heel veel kleine kamertjes. En dat was dus ideaal eigenlijk voor een bed and breakfast. En daarnaast had ik natuurlijk ook al mijn activiteiten als voetreflextherapeut. Dus ik wilde ook een behandelkamer. En als pedicure, een pedicurekamer. Voor mij ideaal. Dus we hebben de bed and breakfast wel wat ingekort. Ja, want hoeveel kamers waren het? Het waren 3 kamers. Ja. En die mevrouw die dat hier deed, die was al 75. En die deed dat echt al 20 jaar. Dus we hebben het allemaal een beetje veranderd, een beetje aangepast. En nu is het eigenlijk gewoon een mini appartementje geworden. Nou. Ik gok zomaar dat warme broodjes zijn als er nog een doekje omheen zit. Zeker. Wat hoop je altijd dat er bij een ontbijt zit? Voor mij een croissantje. Ja. Croissantje en kaas. Dan, ik laat me ook wel graag verrassen. Ja? Ik neem ook een croissantje, dankjewel. Ja, en weet je wat lekker is? Zoals gisteravond, dan kom je terug, ben je de hele dag weg geweest. En dan kun je... Ja, het extra hiervan is dat je nog een voetreflexbehandeling kunt bijboeken. Ja, en dat is gewoon zo zalig. Heb jij gedaan? Ja, als je dan thuis komt en je wordt even nog extra verwend. Dus dat is wel heerlijk. Ja. Ja, en als je wil, ze heeft ook infrarood sauna en dergelijke. Ja. Dus het is toch wel een klein beetje luxe ook. Ja. 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 En het is ook wel leuk dat het allemaal van die streekproducten zijn ook. Hè? Van wat Antoinette net zei, van die zorgboerderij. Ja, vind ik ook leuk om te horen. Ja. Het is misschien wel leuk om straks even af te sluiten daar. Om te kijken of ze allerlei... Dat je iets meeneemt naar huis, ja. Jij heet B&B Landelijk Leur. Ja. Was dat de naam of heb je die zelf bedacht? Hebben we zelf bedacht. En waarom B&B Landelijk Leur? Ja, we wilden eigenlijk heel kernachtig vatten wat nou in het concept past. En ja, dat was toch het woordje landelijk. En Leur, ja, we hadden nog nooit van Leur gehoord voordat we hier gingen kijken. Dus we dachten, nou dat klinkt ook wel lekker, Landelijk Leur. Ja. Leuk. Ja. En heb je dan ook nog typisch iets van dat je denkt, nou als je bij mij komt dan hoort bij mijn ontbijt, hoort altijd... Ja, hoort altijd heel veel vers fruit.
Liefst weinig of geen vlees. En alles vers en van lokale producten, zeg maar. En voor heel veel wandelaars heb ik ook nog het unieke dat ik vaak een voetbadje aanbied met magnesiumzout. Wat ontzettend goed de moeheid uit je benen trekt. Ja. Waar mensen ook in het gastenboekje ook wel heel erg over schrijven. Hè? Dat is wel leuk. Komen er hier veel wandelaars? Heel veel wandelaars, ja. Ja, dat is eigenlijk wel het gros. Vooral wandelaars van de Walk of Wisdom. Een achtdaagse tocht om Nijmegen heen. En dan zit ik op dag 6. Ik lig precies eigenlijk langs de route, omdat het Leurse Hof, het restaurant, daar kun je dan je vogelringetjes halen. Maar ik heb ook veel wandelaars. Mensen die hier in de buurt een feest hebben. Of feest in de Leurse Hof of in de Maalderij. Dus eigenlijk ook van alles en nog wat. En dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. En binnen, hoe is het daar? Want wij zitten nu buiten, het is prachtig weer. Normaal zal het bij regenachtig weer, denk ik, ontbijt niet buiten geserveerd worden. Hoe is het binnen? Ja, heel ruim van opzet, vind ik. Ja. Ja. Je hebt lekker apart zitgedeelte en apart slaapgedeelte. Ja, hier een mooie slaapkamer. Ja. Halletje met een compleet badkamer. En dan voor de woonkamer met een kitchenette, met een koffieapparaatje enzovoort enzovoort. Dus dat... Dat is prima. Ja. Dat is echt prima. En wat maakt jouw bed and breakfast uniek? Ja, ik denk de ligging. Het is gewoon alsof je in Frankrijk bent, vind ik zelf altijd. Je waant je hier gewoon even helemaal van de wereld. En we hebben heel veel in het Piepkleindorp. Een kerk en vakantiehuizen en een restaurant en zorgboerderij. En het bos natuurlijk en een kasteeltje. Dus dat en... de combinatie, ook de optie om voetreflex, een stukje wellness te doen of pedicure, wandel, fietsgebied. Geweldig. Want ik begreep net van de mensen die hier geslapen hebben, zij voetreflexmassage heeft gedaan. Ja. En hij lekker in de sauna is geweest, dus je hebt ook nog een sauna hier. Ja, ja. Het is een kleine sauna, maar klein maar fijn. Ik hou van het kleinschalige. En we hadden inderdaad nog een kleine ruimte over waarvan we zeiden, niet te verwarmen. God, wat kunnen we daar doen? En zo is dat idee weer geboren. En in de winter kun je niet buiten ontbijten? Nee, dan is het binnen, hè? In de huiskamer, woonkamer. Ook prima te doen natuurlijk. Ja, en er zit een kitchenette in? Ja, een keukentje zit erin met een ijskast en een magnetron. En je kunt ook 's avonds iets opwarmen. Je hoeft dus niet per se afhaalmaaltijden, maar je kunt ze ook prima bij de Leurse Hof eten. 30 passen en dan ben je er al, hè? 30 passen? Ja. Je hebt ze we hebben het uitgerekend. Ja. Ik zei dan eerst 30 meter. Ik denk, we gaan tellen. Ja, ook grappig. Ja, dus het is echt heel erg dichtbij. Echt heel dichtbij. Ja. En ja, dat is ideaal. Ja. 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 Als je zo nou terugkijkt op je verblijf hier, wat is dan echt top? Denk je, dat maakt het voor ons... Nou ja, kijk. Sowieso het ontbijt is top. Ja. En de entourage en ook de gastvrijheid van Antoinette is gewoon... En zou je dan een cijfer kunnen geven tussen de 0 en de 10? Ja, voor mij een 9. Nou, dan ga ik mee in de 9. Ja. Nee. Ik weet geen verbeterpunten, dus dan zou je misschien zeggen 10, maar... Ja, zou ook nog kunnen. Ja, er zal altijd wel wat te wensen zijn, denk ik. Dan zou het mooi op 9. Ja. Ik denk dat het heel mooi is. Ja, heel leuk. Eten, hè? Want eet en praten tegelijk gaat nooit zo goed. Ja. Dus heel verschillend publiek krijg je. Ja. Ja. Internationaal, nationaal? Ja, ook wel internationaal. Beperkt zich nog wel tot Frankrijk en Duitsland. En dan zie je vooral vissers. Dus op een gegeven moment kwam er zelfs in met een hele grote motorboot hier aan. Oh. Op de oprit. Ze vond het helemaal fijn dat hij het hier op de oprit mocht zeggen. En ging ze 's ochtends om 6 uur weer weg. En 's avonds kwamen ze met die hele boot en alles er weer terug. Dus een paar dagen. Ging ze lekker vissen? En ging ze vissen de hele dag. Ja, ja, ja. Ja. Zo leer je zelf nog iets over de regio. Ja, nou snoekvissen of snoekbaars, ik heb geen idee. Nee, van het vissen. Ja. Nee. Ja.